De mensen moeten bewuster worden van hoe slecht het gaat met de aarde. Want de opwarming van de aarde gaat nu zo snel dat het gewoon niet meer oké is. En de mensen moeten gewoon veel voorzichtiger doen met de aarde. Want de aarde is zo belangrijk voor de mensen. Want zonder de aarde kunnen we ook niet leven. Al weken achter elkaar laten scholieren hun stem horen bij het stadhuis. Elke vrijdag komen zij vanuit Olst naar Deventer om zich, net als duizenden andere Europese kinderen, sterk te maken voor een beter klimaatbeleid. De aarde warmt nu dus op en dat is gewoon, het gaat nu gewoon zo snel dat het gewoon slecht is voor de aarde. Want heel veel mensen denken dat het leuk is dat het steeds iets warmer wordt, maar dat is gewoon heel slecht voor de aarde. De zeespiegel gaat stijgen, vooral dat is een heel groot probleem ook voor de mensen. En ja, dat is gewoon, ja, sommige plekken in Nederland komen dan tot 7 meter onder water te staan als het echt doorgaat met de zeespiegel die stijgt. Wat vinden ze op school van dat je dit onder schooluren doet? Eerst was het wel zeg maar, een beetje gedoe, want eerst mocht het dus eigenlijk niet. Toen hebben we laatst, volgens mij 2 weken geleden op woensdag, hadden wij een gesprek gehad met onze directrice en mijn juf. Toen hebben we een afspraak gemaakt dat we nu dus 's ochtends gaan, want eerst gingen we 's middags. En nu moeten we dan de les die we dan, de rekenles, die hebben we 's ochtends meestal. En die moeten we dan dus op donderdagmiddag gaan we die dan inhalen. Scholen nemen dus jullie wel serieus? Ja, dat wel. Dat is ook wel heel fijn dat ze gewoon echt merken dat het uit onszelf komt. En dat het niet iets is wat we van onze ouders moeten doen. Want het komt ook gewoon uit onszelf. En ja, dat is wel heel belangrijk dat ze dat dan snappen. Dat ze niet denken van die kinderen gaan daar staken omdat het moet van hun ouders. Maar dat ze echt weten dat het vanuit onszelf komt. Wat zou je willen dat er op dit moment verandert? 1 concreet idee. Dat de vliegtuigen en benzine en zo duurder wordt. Dus dat er minder mensen met vliegtuig gaan en minder met de auto.